Wat er gebeurde in de vorige Content Veen aflevering. Wat is dit? Waarom is dit zo groot? Wat gaan we doen? Dit is de burgemeester's koets. Dat snap je toch? Heb je die als koning gehad? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar wacht even. We gaan hierin gaan we naar de privédetective. Ja. De bliksemslag. Kijk dit, die bliksem is bijna op ons. Oh, dat is nog één. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja, we kanten een beetje. Maar als het goed is, wat kunnen we goed doen? Rustig aan, rustig blijven. Rustig blijven. Goedemorgen jongens, we zijn net lekker wakker geworden in ons prachtige grotje hier, daar wij beland zijn na de vorige aflevering. De burgemeester is weg, het is ochtend, de regen is opgehouden. Ik zie nu dat het langzaam de sterretjes verdwijnen en de lucht een beetje blauw gaat worden. Eindelijk, daar ben ik heel blij mee. Het vuurtje is wel uitgegaan en de burgemeester is weg, dus ik hoop niet dat hij me achter heeft gelaten. Maar aan de spullen hier te zien, weet ik voor wat de grote crash die hier is, betekent dat de burgemeester denk ik nog niet weg is. Ik weet het niet zeker. Maar in ieder geval leuk dat jullie naar deze nieuwe Content Veen aflevering kijken. Een beetje anders dan normaal, want we zijn dus gecrashed hier. Laten we even kijken of wij een beetje wat materialen bij elkaar kunnen rapen, omdat we dan iets qua survival kunnen gaan doen. Ik zie hier in ieder geval het zwaard van de burgemeester. Hij zei dat ik hem niet aan mocht raken, maar ik laat hem nog maar even liggen daarom daar ook, want dit is een of ander... Hoor ik nou een villager? Huh? Ik dacht dat ik een villager hoorde. Maar ik hoor echt een villager. Waar komt een villager vandaan? Wat is dit? Huh? Ik hoor een villager. Waar komt dat geluid vandaan? Jongens, ik hoor een villager. Oh, een zombie. Oh, een zombie. Nee. Oh, mijn god. Laten we eens die zombie killen. Ik heb het zwaard nodig. Ik heb dat zwaard nodig. Ik moet hem nu wel gebruiken. Het spijt me. Het spijt me, meneer de burgemeester. Maar het zwaard moet gebruikt worden. Zo, hoppakee. Laten we hem snel terugleggen. Ik heb hem niet aangeraakt. Zo, hoppakee. Waar is die villager? De burgemeester is terug. Hoe kan dat? Ik kom daar net vandaan. Huh? Oh mijn god, hij is... hij is met een villager aan het praten. Hoe kan dit nou? Florian, de burgemeester, wat is dit? Hallo. Oh, wie is dit? Wat gebeurt hier? Waar komen jullie vandaan? Dacht jij een keer uit je schoonheidsslaapje wakker te worden? Hoezo uit mijn schoonheidsslaapje? Wilde jij hier niet weg? Ik wil heel graag weg. Ik word wakker. Maar waarom heb je dan een hele... Waarom heb je dan de hele nacht geslapen? Ja, omdat ik was even aan het uitrusten. We waren gecrashed. Weet ik wat? Ik was even de scène hier aan het beschrijven en kijken of Nee. Wie is dat? Wie is dat? Waarom is hier een villager? Waarom is hier een villager? Ja, dat is inderdaad een villager. Ik heb geen emeralds voor je, spijt me. Ik ben heel blut. Maar wat zijn we... Het vuur is uit. Het eten staat niet meer te... Ik vind... Ja, je neemt deze hele situatie niet serieus. Ik ben hier echt heel chagrijnig over. Ik ben net 3 seconden wakker. Wat heb jij in de tussentijd gedaan? Ja, dat is het hele probleem. Ja, dat je de hele tijd... dat je 3 seconden geleden wakker bent. Dat is het hele probleem. Hou op, laat me met rust, hè? Nee, ik heb geen emeralds voor je, het spijt me. Ja, nou, maar waarom is het... niet op dit. God. Hé, we moeten hier weg. Ik wil... We moeten hier weg, ja, dat klopt, ja. Ja, ik had een idee ik misschien kunnen... Ik heb ondertussen al een dorp gevonden. Ik heb eten gevonden. Ik heb een hele beschaving gevonden die ons op zich wel wil helpen. Daar komt deze villager zeker vandaan. Ja. Oh, oké. Maar goed, Maar heb je het dorp al gezien? Ja, half. Hoezo half? Ik zag hem in de verte en ik zag hem op me aflopen. Ik dacht eerst dat hij me wilde vermoorden, maar dat ging toch niet... Hij knikt ja. Ja, precies. Maar we zijn nu beste vrienden geworden. En op zich, hij wil me volgens mij wel helpen. Of in ieder geval, hij wil ons wel helpen om thuis te komen. Wil je in ieder geval mij. Maar, Wil je mij ook helpen om thuis te komen? Hoezo niet? Waarom hij wel? Nou, omdat ik gewoon de burgemeester ben. Ik ben de koning! Ik heb heel veel emeralds voor je thuis liggen. Hoe heet hij trouwens? Weet ik veel, ik kan niks zeggen dan alleen... Oké, dan noemen we hem her. Precies. Maar wat kan ik voor je doen? Kan ik iets voor je doen, meneer de villager, omdat je mij ook wel helpt? Want dat je alleen de burgemeester vind ik een beetje gemeen, maar prima, het zijn moeilijke tijden. Jij hebt hier de macht in deze situatie. Wat kan ik voor je doen? Wat? Ja, maar weet je wat het is? Wacht even. Weet je wat het is? Die is niet van mij. Die daar, dat is die van de burgemeester. Is dat de enige manier hoe ik je kan helpen als ik die aan je geef? Dan gaat de burgemeester boven. Ga je dan niet tegen hem zeggen, want die is van hem. Niks tegen hem zeggen, oké? Hebben we dan een deal? Okay, het eten is weer klaar. Ja, ik moet heel even wat spulletjes hier pakken. En dan heeft de villager besloten dat hij toch met mij, mij ook wil helpen. Weet je het zeker? Ja, zie jij weet het zeker. Oké. Nou, als jij het eten dan pakt en zo en de kleedjes oprolt, dan pak ik hier de laatste spullen die we nodig hebben en dan gaan we naar de stad toe. Ja, dat is goed.
Ja, oké, top. Oké, jongens, dan gaan we snel, heel snel dat zwaard pakken zonder dat hij het doorheeft. Oké, we hebben hem. Oh, hij is wel beschadigd, het zwaard, omdat ik hem gebruikt heb. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oké, dan moet ik ook nog doen alsof ik nog wat meer spulletjes heb. Ik neem het bloemetje mee. Ik neem de muis mee, zo. En ik neem het bed mee hier, hoppakee. Oké, jongens, dan heb ik alleen het zwaard in mijn inventory hier zitten. De rest laat ik gewoon even liggen. En dan moeten we even een manier vinden hoe we hem stiekem aan de villager kunnen geven. Hallo, hey. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Laten we gaan. Ben je er klaar voor? Ik ga even mijn spullen pakken. Ja, die heb ik niet. Ja, die heb ik ook hier. Oh, die heb ik hier, alsjeblieft. Oké, wacht maar. Hij is nu spulletjes pakken. Oh, wacht. Oké, snel. Kom hier. Oké, hier. Niet tegen de burgemeester zeggen dat ik die aan je heb gegeven, oké? Je hebt hem ook niet. Hij wil, als hij doorheeft dat jij hem hebt, dan vermoordt hij je nog net niet. Nee, haal hem uit je handen. Doe nou niet. Weg. Nee, doe nou weg. Hallo, we zijn klaar om te gaan. Ik ben mijn zwaard kwijt. Waar is die? Je zwaard? Ook zwaard? Ja, die lag daar op de grond. Volgens mij heb ik hem laatst gezien. Geen idee, oprecht. Geen flauw idee. Ik moet even zoeken nog voordat we gaan, of... Nou ja, eerder gaan we hier niet weg, dus... Oké, we gaan even zoeken. Waar zag jij hem voor het laatst? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hier. Op de grond. Hij lag hier op de grond? Ja. Ja, weet ik. Dat is klein, is hij niet door de grond gezakt of zo? Of onder de modder hier? Hou je me nou voor de gek? Ja, weet ik veel. Dat hij ineens verdwenen is. Misschien is hij opgepakt door een zombie of zo. Of weet ik veel. Ik weet het niet. Heeft hij hem wel? Nee, hij heeft een emerald. Alleen. Weet je, ja, we moeten hier sowieso nog terugkomen om de kar hier een keer op te halen. En weet ik veel wat allemaal. Dus laten we nu even naar het dorp gaan. Dan komen we hier later terug. Wat doe je met een knop? Laten we gaan, jongens. Laten we gaan. Volgen jullie me of? Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn de hele tijd al voor mijn gevoel aan het communiceren met z'n tweeën. Alsof ze wat achterhouden voor mijn ding is. Ik hou wat achter voor de burgemeester natuurlijk. Nee. Wat legt hij uit? Niet nu. Maakt niet uit. Niet nu. We zijn in ieder geval in de village aangekomen, jongens. Daar ben ik al heel blij mee. Ik hoop dat we hier even mogen overnachten. En misschien even wat nieuwe spulletjes mogen regelen en zo. Maar sorry, ga verder. Ja, is goed. Wat zegt hij? Zoek het maar uit. Dit is oké. Moet ik jou volgen? Oké. Ja. Er springt een kind op mijn bed. Springt een kind? Oh. Ja, heel goed. Dankjewel. Oh, sorry meneer de village. Wat is er aan de hand? Ja? Nee. Ja, die mag ik zitten. Oh, dit is mijn tijdelijk huis. Ah, top. Oké. Oh, ik vind het nu al niet leuk wat hier allemaal gebeurt. Huh? Ik heb geen emeralds voor je. Nee, ik heb je wat de waardevollers gegeven. Dat zwaard. Ja, die ja. Ik word heel gek van de bel. Want ik ga je lekker mijn ding doen, oké? Dankjewel, meneer de villager. Ja, mooi zwaard. Oké, jongens, we hebben een huisje gekregen van de villager of meneer de villager, weet ik hoe we hem noemen. Blijkbaar heb ik ook een kind die op bed aan het springen is. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Er is ook een kist met aardappel, brood en hout. Laten we dat gewoon meenemen. Ik bedoel, het is nu voor mij. Ik mag hier even tijdelijk wonen. Een crafting table is heel fijn. En gewoon in bed ga ik mijn spawn point zetten in het geval dat we doodgaan. Laat ik even naar de meneer de buurman gaan en kijken of... Er loopt een... Wat gebeurt hier allemaal? Dit is zo'n aparte village, jongens. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Oh, er zijn ook koeien en zo. Oh mijn god, is dit nou serieus even ons tijdelijk huis dat we hier moeten gaan zijn? Ik weet niet of ik het heel chill vind. Wat is die bel? Ik ga even kijken wat die bel is. Meneer de burgemeester, bent u thuis? Wat is er aan de hand met die bel? Ja, weet ik niet. Die hangt... ik weet niet wat hier gebeurt. Weet je, ik ga even op adem komen in mijn huis. Ah, jongen, zo, we zijn ongeveer een half uurtje verder, ik weet het niet precies. En ik heb heel even de tijd gekregen van de villagers om mijn huisje aan te passen. Ik heb ook een paar spulletjes kunnen collecten en ik heb een paar spulletjes gekregen, daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook nog wat spulletjes van de, hoe noem je het, de kar die gecrashed is en zo, die had ik natuurlijk meegenomen, niet alles. Maar ik ben best wel blij, ik heb het huisje een heel klein beetje ingericht, meer kan ik er natuurlijk niet van maken. Ik denk dat mijn buurman hetzelfde probleem heeft, dat hij ook niet heel veel ervan kan maken natuurlijk. Maar daar gaan we zo even langs. Maar in de tussentijd, jongens, heb ik een klein taakje gekregen van de villagers. Ik moest namelijk de koeien melken en ik moest ze water geven, want het water was zo te zien op. En dat kan ik natuurlijk. En ik moet wel zeggen, ik moet als bezoeker of als gast in deze stad, moet ik natuurlijk wel een beetje aan hun eisen voldoen. Dus als zij zeggen, Max, geef de koeien melk, of nee, geef de koeien water en ga ze melken, dan doe ik dat gewoon, weet je. Dan vind ik dat geen probleem. Dus laten we even kijken zo.
Hoppakee, dan gaan we hier naar binnen op deze manier. Dan doen we even water toevoegen hier. Moeten we nog een bucket halen? Ergens, jongens, ik heb echt geen flauw idee waar we zijn. We zijn zo in de middle of nowhere, voor mijn gevoel. Het is echt insane. Gewoon, dan hebben we de tweede bucket met water. Bucket! Voice crack. Dan hebben we de tweede bucket met water. Die gaan we dan, als de koe even niet... Ja, goed, zo, als ze aan de kant gaat, kunnen we hier doen. Hoppakee. Welke van jullie twee wil gemelkt worden? Ik heb maar één bucket, dus jij kijkt me aan. Ik ga jou melken. Hoppakee. Nou... Zo simpel is het, jongens, om een taakje uit te voeren. Ik weet niet precies waar ik de... Oh, ik weet trouwens wel waar ik de melk achter moest laten. Namelijk bij het huis van de villager die ons geholpen heeft. Hij zei... Of hij zei... Hij zegt natuurlijk niet zoveel naast alleen maar gewoon gehurt. Hij knikte naar zijn deur en hij deed gewoon... Volgens mij moest ik het hier neerleggen. Weet ik gok ook dat ik het goed heb gedaan. Want hij, nogmaals, hij kan niet praten. Aan zijn manier van communiceren kon ik eruit halen dat ze water nodig hadden. En dat ik de koeien moest melken. Dus ik drop het ook gewoon hier. En dan zoekt hij het maar uit. Ik klop ik even op de deur. Het is er. Dan zie ik nu dat het bijna nacht wordt. Dus laten we nog heel even snel naar de burgemeester gaan. De buurman. Om te kijken wat we nu gaan doen. Wat de planning is. Want we hebben een dorpje nu gevonden waar we even mogen zijn. De villagers zijn volgens mij ook al naar aangezien donk wordt. Dus laten we maar even kijken. Ah, hey, daar ben je al. Oh. Hallo, ik wil even met je praten over de zaken. De status, ja, als daar. Nou, ja, daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Ja, maar het ding is, ik wil wel terug naar de stad. Oh, onze stad. Mijn stad. Ik wil terug naar mijn stad. Nee, hoezo jouw stad? Oh, burgemeester. Weet je, maakt niet uit. Kom eens mee. Ik wil je wat laten zien. Kijk, ik heb in de tussentijd, we zijn natuurlijk een half uurtje verder, heb ik... Oh, er wil iemand mijn huis naar binnen, hallo aan de kant. Ik heb in de tussentijd mijn huisje even een beetje in kunnen richten, dus ja, ik kon niet veel ermee natuurlijk. Het is wel een kleine ruimte, weinig spullen en zo, weinig dus... Status. Hoezo weinig status? Die voor jou is niet veel beter waarschijnlijk. Nee, klopt. Het is nog weinig inderdaad. Mm-hmm. Daarom. Dus laten we even kijken wat we gaan doen, weet je? Ja, is goed. Mag dat morgenochtend? Kan ik nu gaan slapen? Prima, dan doen we dat morgenochtend even. Kom ik morgenochtend vroeg jouw kant op en dan gaan we dat fixen, oké? Dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Je kijkt maar. We kijken. Ga jij eens mijn huis uit. Hier, weg. Goed zo. Nou jongens, laten we even slapen en dan gaan we morgenochtend naar de burgemeester. Tomorrow. Oh jongens, het is morgenochtend en we gaan gelijk die kant op. Chill, stop. Dit is echt gewoon, je weet hoe Minecraft slapen is. We zijn echt gewoon 1 seconde verder in het leven, maar dat maakt niet uit. Laten we naar de burgemeester gaan, want hij wilde zo graag dat we gingen slapen. Ik ben benieuwd. Hij zou ook wel niet zoveel gedaan hebben natuurlijk met zijn huisje. Goedemorgen. We zouden vandaag afspreken. Dat is morgenochtend. Het is morgenochtend. Oh. Hey, mag ik binnenkomen? Ja hoor. Ja, dit is precies wat ik bedoelde. Jij hebt ook niet heel veel tijd om de dingen te doen natuurlijk. Klopt. Hey, wat gaan we doen? We zitten hier natuurlijk vast en Wat is dit? Wat dit? Dit? Ja. Is mijn kelder. Je kelder? Ja, pas op voor je hoofd. Oh, pas op. Je kelder? Had jij ook... Huh? Wat is dit? Wat heb je gedaan? Je hebt een mancave hier beneden. Ja. Huh? Hallo, wacht eens even. Had jij dit al toen je hier kwam? Nee, dat hebben ze aan me gegeven. Hoezo krijg jij zo'n mancave en heb ik zo'n klein huisje gekregen? Wat ik al zei, status. Ja maar... Wat is dit allemaal? WC in aan... Hè? Maar... Er wordt blijkbaar vers bier gebrouwen, dus dat is mooi. De wc is hier nog in aanbouw, we hebben een mooie poeltafel. Dit heb jij zo gekregen, gewoon. Muziek... Oh, dit is echt vreselijk. Dit is echt hier hou dit ik is, van. Dit is jouw muziek. Gewoon hoe jij eruit ziet, kan ik zien dat dit jouw muziek is. Maar hier hebben we geen tijd voor. Pardon? We moeten even bespreken hoe en wat. En dat doen we dan wel in deze mancave van jou, waar jij hebt zo... Waarom heeft hij nou weer zo'n groot huis gekregen en ik niet? Nou, kom zitten aan de bar. Ja, prima. Ik ga wel lekker hier zitten zo. Oh, dat kan niet. Ik ga wel staan. Ik blijf ook staan. Maar, heb je wat drinken voor me of... Een biertje? Prima. Jongens, waarom heeft hij zo'n mancave? Ik heb zo'n klein huisje gekregen en hij heeft een mega kelder erbij. Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou gewoon zo'n kelder erbij krijgen? Kijk eens. Ah, lekker. Toppie. Ik neem hem gelijk. Dat is erg lekker. Ik zie het. Je begint ervan te zweten. Oké, nu even over de status. We zijn nu in dit villagerdorp aangekomen. We hebben hier de villager die ons geholpen heeft. Weet je hoe lang we hier mogen blijven? Nee. Nee, dat is nog niet duidelijk. Nee. Het ding is, gaan wij nu proberen om terug naar de stad te gaan? Of gaan we onze missie doorzetten naar de privédetective? Want die moeten we nog steeds hebben in verband met Alfred zijn museum. Dus wat gaan we doen? Wat zit je te gapen? Je bent net wakker, man. Ja, nou, ik ben niet zo'n ochtendmens. Kan toch? Ja, oké, maar... Wat gaan we doen? Wat wil je doen? Wil je door naar de privédetective? Die hebben we wel echt nodig. Ik zal in ieder geval even kijken hoe en wat ik... Met die detective of wat dan ook... Ja, want we hebben hem wel echt nodig. Kan je niet contact met hem nemen, opzoeken of zo? Heb je een manier ja, hoe je dat kan doen?
Ja, dat kan wel. Oké, prima. Als jij dat dan regelt, dan... wat gaan we dan in tussentijd hier in deze stad doen? Ik bedoel, ik moest net de koeien melken en de koeien water geven. Ik weet niet wat jij in tussentijd hebt gedaan. Ik heb gisteren gepoeld. Ik heb een paar biertjes gedronken. En ik moet de opdracht voor de wc nog goedkeuren. Dus ik heb genoeg te doen. Vreselijk. Hoezo heb jij nou over zo'n leidingrol hier gekregen? Nou, leiding, status. Ik snap het niet, maar maakt niet uit. Weet je, leuk huis heb je hier. Ik moet een paar boeken lezen, ik moet wat wetten goedkeuren. Ja, en dan, prima. Ik ga wel naar boven, ik kijk wel wat ik ga doen. Dan zoeken we elkaar snel op. Jij gaat contact opzoeken met de privédetective. Ik zorg wel dat wij hier een goede naam houden en dat mensen niet, de villagers niet boos op ons worden, oké? Dat is prima. Ja, prima. Dat is akkoord. Nou, dan gaan we. Doei. Dag, Florian. Daar. Trouwens, jongens, voor als je afvraagt hoe ik aan deze spulletjes kom, die heb ik dus net zoals ik zei van de villagers gekregen. Ik snap niet hoe hij zo een man cave hier. Ik snap het echt niet. Gewoon, kijk wat een klein huis. Het is precies hetzelfde huis. Gewoon, 1-op-1. En waarom heb ik geen kelder? Waar is mijn kelder? Die heb ik gewoon niet. Die heb ik gewoon niet gekregen. Nou jongens, dan gaan we voor vandaag maar de video afsluiten. Dat was een kortere video. Maar ja, we hebben ook minder te doen natuurlijk. Er staat een villager achter me. Die waarschijnlijk mee wil doen in de outro. Hartstikke leuk. Heb je nou, wil je wat zeggen voor de video? Hij is al weg. Hij wilde waarschijnlijk niks zeggen voor de video. Oh, dit is een andere villager. Hij heeft zijn hoedje opgedaan. Wil je wat zeggen voor de video? Is dat het? Oké, dat is het. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Als je nu nog de video kijkt, moet je ook even abonneren. Loop weer een villager. Ik bedoel, je bent letterlijk in dit punt in de video gekomen en ben je nog niet geabonneerd. Dat is raar. Dat is gewoon, dat klopt niet. We hebben bijna, hier, bijna die 250.000 abonnees. En weet je wat nog cooler is? Deze video, die moet je even kijken. Heb je deze nou nog niet gekeken? Ben je echt een noob? Want dit is namelijk het vorige content 2 in deel. En dan zie je hoe we hier terecht zijn gekomen. En nu spreek je later, glaasje water, tot de 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!